de avond, zoals je kan zien. Het is pikken donker. Wij staan op een plekje heel ver weg van huis. Tenminste, een aardig klein plekje. Het is weer tijd om vandaag een prank op te nemen. En het wordt met de It Clown prank. Oftewel, ik heb een masker gekocht en een heel pak. En wie we gaan pranken, wie is er niet bij? Melanie, precies. Wij gaan vandaag alweer pranken, inderdaad. Zij zit thuis met Jasper. Jasper zit trouwens in het complot. En wat wij gaan doen, is wij gaan straks keihard naar binnen rennen. Of weet ik veel wat. We gaan Melanie helemaal bang maken met twee maskers. Melanie denkt dat wij op dit moment een campagne hebben. Dat hebben we haar al een week wijs gemaakt. Dat we dus op deze avond gewoon in Amsterdam zitten. Oftewel, we zijn niet thuis. Dus Mel denkt dat ze gewoon een lekker gezellig avondje met Jasper heeft. Ja. Oh jee, dadelijk. Oh nee, Jasper zit in het complot. Ik wou zeggen, dadelijk liggen ze iets anders te doen. Dus wij gaan Jasper zo... Wij gaan Jasper zo WhatsAppen. En dan zeggen we van, Jasper, je kan nu de camera's klaarzetten. Wij komen zo naar huis. Hopelijk gaat alles dan goed. We hebben twee camera's in huis staan. Jasper zet die straks neer. Jasper, vertrouwen ook bij jou. Maar wij staan nu hier verderop bij de auto. Ik ga het even laten zien. Kijk, we hebben hier dus het pak. Hier is het It-masker. Dit is het echte masker. Tenminste van de oude clown. Kan je deze vast hebben? Maar ik ga me nu dus eerst omkleden. Ik heb een nieuw masker en dus een pak. Ik heb een expres een oude soort jas aangedaan. Ja, we hebben dus twee maskers. Mel is als de dood voor poppen dus. En hopelijk ook clowns. Ze vond de film in ieder geval echt super eng. Dus hopelijk vindt ze dit ook super eng. Het pak is aan. Het ziet er nu nog heel raar uit. Het masker nu dus ook. Dit is dus hoe ik eruit zie. Dit is nu mijn outfit. Ik hoop dat jullie mij verstaan. Oké, dus ik ga nu Jasper appen of die klaar is. Ik ben altijd zo fucking zenuwachtig met dit soort shit. Ja. Oké, Jasper is nog niet klaar, dus we moeten nog even wachten. Waar zit je? We zitten hier in een random weiland. Ja, maar dit is een hele andere weg. Oh, jongens. Jasper is klaar. Oh, hij zegt wacht. Wacht, oké. Jasper is nu dus klaar. Dus we kunnen nu, als het goed is... Ik weet niet wat we hier allemaal aan het doen zijn, maar we kunnen nu naar thuis. Dus we zitten in de woonkamer gewoon dus. Oh, ik ben helemaal zenuwachtig. Let's go. Daar gaan we. Oké, we staan voor de deur. Ik ben zo fucking zenuwachtig. Hij heeft ook nog een ding eroverheen getrokken. Ze zitten nu binnen. Wat ik nog vergeten was om te vertellen is, we spelen straks eerst kaart en geluid af in het huis. Als horror sounds. Want we hebben zo'n surround system met geluid in huis. Dus dat zetten we eens kaart op. En daarna komen we binnen. Ja, maar... Die guy heeft nu gesnist. Wat is gesnist? Ja. Oké, daar zit hij. Oké, man, wacht even. Ja? Ja? Hij gaat vreemd met die vrouw. Die man? Ja. De vrouw, zeg maar. Oké. Maar zij gaat vreemd met die gast in de Ik vind het zelf ook heel eng altijd. Oh joh, ik zou ook gewoon op de trillen hangen, maar echt zenuwachtig nog. Wat jij
fuck heb je nou gedaan? Hey, back, joh, weet je spannend die shit is? Ja, jongens en meiden, dus dit was alweer de prank. Hij is gelukt. Dit is het masker nog trouwens eventjes. Oh mijn god, ik ben zo blij dat hij gelukt is. Ik zal hem afdoen. Ah, het it-masker, de it-prank. Het is lang geleden dat we een prank hebben gedaan, maar het is weer zover. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Laat achter wat je ervan deze prank vond en of je zelf aardig bang bent. En ja... Ik zweer het, dit wil je echt niet tegenkomen in de nacht. Deze shit is zo eng. Ik zweer het, dit masker is echt... Eeuw. Maar later.